Die lui heeft op een gegeven moment begeven en die is niet naar buiten toegeklapt, maar die is naar binnen toegeklapt. Huisnummer 77 is de binnenbrand. Er zal er één persoon binnen zitten. Jullie gaan zo meteen met z'n tweeën direct op verkenning. Opsporen slachtoffer. Nummer 3 en 4 komen straalhoge druk. De backup voor jullie. Vanaf deze deur, want je ziet de rookontwikkeling al. Vanaf deze deur maskeren, deurprocedures uitvoeren. Goed op eigen veiligheid letten. En alles zo snel mogelijk aan mij terugkoppelen. Doordraaien de deur. Knielen. Dank je, kniel. Hoog afwerpen. 22, 23, 24, naar binnen. Dank je, kniel. Tot de muur. Tot de vloer. Oké. Ik ga nog even vragen of er iemand is. Ja, oké. Stilte. Is er iemand? Ja. Handen 10 is 112, we hebben slachtoffer gevonden. Over. Over. 112, 410, slachtoffer gevonden. Niet meteen het slachtoffer via hoofdingang naar buiten komen. Is dat begrepen, over? Dat is begrepen, over. Oké. Van over, heer. En ook voor ons allemaal weg te maken. Ja. Kom in de hoek linksarm. Hand afhalen. Buiten de deur links. Okay. IJzeren deur. IJzeren deur links. Linksom. Ja, linksom. Hij heeft de deur gevonden. Oké, okay. Dan gaan we overhoog. Pak op de grond. Oké. Okay. Meneer, hoort u ons? Meneer, hoe is het met u? En nou met echt vuur? Geintje. Op dat moment werkte nog met het oude piepersysteem inderdaad en je hebt mooie pieper inderdaad 24 uur per dag bij je, dus ook het s'nachts en die ligt mooi op het nachtkastje en opeens begint er van alles te piepen en te rammelen. Je hoopt inderdaad in eerste instantie nog dat het de wekker is wat afgaat, maar dat was het op dat moment dus niet. En ja, je krijgt dus inderdaad, dus op de pieper krijg je dus mee inderdaad zeer grote brand Heerlen en die moet daar ondersteuning gaan geven inderdaad. En dan zo snel mogelijk aankleden, zo snel mogelijk die auto pakken en zo snel mogelijk richting kazerne inderdaad. En dan zorg dat je op die eerste wagen zit en dat je mee mag. 14, 14, 14, 14, 14, 14.
AC de 040, we zijn onderweg voor een binnenbrand in een keukenstudio over. Ja, we zijn ontvangen. En de bedrijf is goed bekend over. We kregen de melding inderdaad dat er een zeer grote brand in Heerlen was, op de Beerselweg. Het zou gaan om een keukenstudio waar in de brand stond. Aan de rechterkant van het pand waren dus blusseenheden van Parkstad bezig. En die gaven dus aan van we horen een sissend geluid, we hebben last van de gaslekkage. En dat hinderde ons in onze bluswerkzaamheden. En daarom hebben ze dus gevraagd inderdaad van kan die gaskraan dichtgedraaid worden, want het gas moet af. De situatie wordt te gevaarlijk. En die opdracht kregen wij dus mee inderdaad van ja, die gaskraan moet dicht. Toen zijn we samen naar binnen gegaan. Zegt dus redelijk. Nou, we hebben dus van tevoren eerst even doorgenomen inderdaad van nou, waar we naar binnen zouden gaan, wat de bedoeling was, wat de looproute zou moeten zijn. We hadden dus van tevoren dus inderdaad te horen gekregen waar dus de gaskraan zich moest bevinden. We zijn om die keukenblok heen gelopen en meten dat we dus in principe aan de achterkant van het keukenblok uitkwamen. Toen werden we in één keer werden dus pikken donker. Nou, op dat moment hadden we dus nog niet echt meteen in de gaten wat er aan de hand was. We zijn dus meteen ook in principe op de tas verder gegaan. We wisten waar we naartoe moesten. 130, 136, we gaan binnen. Het is ontzettend heet hier. Het is ontzettend heet. Toen we dus bij die deur aankwamen waar dus in principe de meterkast bleek te zijn en waar dus ook de gaskraan moest zijn. Toen werden dus in principe voor mij en mijn collega werden dus ondraaglijk. De hitte werd zo intens, je voelde het gewoon inderdaad op je handen, voelde je het branden. We komen terug, dan is het niet te houden. En toen heb ik dus ook met mijn collega bevelvoerder inderdaad overleg van dit kan niet, het wordt ondraaglijk, we moeten zo snel mogelijk naar buiten toe. Hier moet je snel, Hamas! Hier de andere dertig! Aan de buitenkant van het gebouw zat dus een luifel helemaal rondom. En die luifel die is zich dus gaan voeden met hete gassen en met hete lucht vanuit het dak. Vanuit de dakconstructie is dus alles die luifel ingelopen. Die luifel die heeft zich helemaal liggen vullen. En in principe aan de kant waar wij zaten, daar is alles naartoe geduwd geworden vanuit de brandende zijde eigenlijk. En die luifel heeft op een gegeven moment begeven en die is niet naar buiten toegeklapt, maar die is naar binnen toegeklapt. Nou ja, er komt in één keer heel wat rook naar binnen, maar je hebt op dat moment niet in de gaten inderdaad tot een hitte-explosie is inderdaad en tot inderdaad alles in één keer vol staat met hitte en rook. Het werd helemaal zwart voor onze ogen en we konden dus niks meer zien. We zijn dus in principe ook op de tas van naar buiten moeten gaan. Omdat de hitte zo intens werd, hebben we besloten met bij die L-vormige keuken inderdaad. In principe, het was een afstand van 3-4 meter om in principe rechtdoor over te steken. Dat was een overweging wat we hadden gemaakt. Gewoon rechtdoor oversteken, zo snel mogelijk naar buiten, want de hitte was zo ondraaglijk. Ja, op dat moment, je probeert recht over te steken, maar het gaat fout. Je komt dus op plaats dat je bij de deuropening uitkomt, kom je net naast de deuropening uit.